Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er trekken buien over Nederland, maar tussen de buien door is ook al ruimte voor wat zonneschijn. In de ochtend liggen de temperaturen nog vrij laag, maar komen toch al wel aan 10 tot 14 graden. En geleidelijk aan zien we de buien zich wat meer naar het zuiden verplaatsen. Het gaat langzaam, want ook in de middag kan er hier en daar nog wel een enkele bui vallen. En de meeste kans daarop hebben we in het oosten van het land. Maar tussen de buien door steeds meer opklaring en een temperatuur van 17 of 18 graden. De wind draait langzaam naar een noordoostelijke richting, blijft matig en in het Waddengebied zelfs krachtig, windkracht 6. En vanavond dalen de temperaturen dan langzaam naar een graad of 13 en is het meest droog. Morgen, een dag met volop zonneschijn. 17 of 18 graden op de thermometer, een oostelijke wind, matig, maar in het Waddengebied staat wel meer wind. En voor bewolking is in elk geval weinig of geen kans. En het blijft droog. En het weer blijft de komende dagen ook stabiel, met woensdag nog een zonnige dag, daarna wat meer wolkenvelden, maar geen regen. Een temperatuur die steeds op een graad of 15 uitkomt. En de wind houdt de oost tot noordoosthoek aan. En dit stabiele weer zou wel eens een hele poos aan kunnen duren. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.